Hallo allemaal en wat leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe stagevideo. Dit keer loop ik weer stage bij de Breeman en ik vind het zelf hartstikke leuk om weer daar stage te kunnen lopen. En ik neem jullie mee wat ik dit keer ga doen. Veel plezier met kijken! Zo, we zijn aangekomen op ons eerste project en dat is in Ermelo. Daar moesten we elektriciteitsdraden aansluiten in huizen. En dat gaan we eerst even doen en laat ik jullie zien hoe ik dat gedaan heb. Hier was ik bezig met de elektriciteit met de stopcontacten. Alleen ik heb helaas geen filmpje van hoe ik het precies in de stopcontacten heb geprutst. Maar goed, hier zat het in, heb ik het in ieder geval erin gekregen. En dan zitten er soms nog stukjes van die net buiten de muur steken of zo. En daarom heb ik hier allemaal spijtjes tussen gedaan, zodat het zorgt dat het in de muur blijft. En niet als je straks gaat smeren dat het dan eruit is. En dat er dan allemaal stukjes zitten van oh, er zit een bobbel in en dat soort gedoe. Dus daarom doe ik er een spijkertje in. Handig toch? Ik ben 3 dagen dan in Ermelo geweest, toen een dag in Amsterdam. Nou, dat was best groot, maar loopt natuurlijk. Maar goed, verder ben ik dan ook de laatste dag van mijn stage ben ik in Almere geweest. Zo, ik was even zoeken. Maar goed, ik was dus in Almere geweest, in een appartementencomplex zoals jullie waren. En ja, het was best hoog als je daarop staat, maar ik heb gelukkig geen hoogtevrees. Dit zijn beelden van dat ik met de lift naar boven ging, want er waren 12 verdiepingen. En om 12 verdiepingen met de trap naar boven te lopen, dat is ook geen pretje. En dit was dan de lift. Dan denk je zelf van, oh, wat eng misschien. Maar gelukkig, ik had geen hoogtevrees, dus dat viel allemaal wel mee. Wat we boven moesten doen, dat was met vloerverwarming, maar dat laat ik jullie zo meteen zien. Eerst maar eens een paar mooie beelden van het uitzicht van Almere. Veel plezier! I feel we're close enough. I wanna lock in your love.
Nu willen jullie natuurlijk heel graag weten wat ik die dag gedaan heb. Nou, ik zal het verklappen. Ik heb hier een vloerverwarming en daar hebben we de waterleidingen aan de vloerverwarming vastgemaakt, zoals jullie zien. En dan het de troep dat we dan uiteindelijk overhouden, dan mag ik hem weer opruimen. Vond ik op zich geen heel erg klusje. Want het was toch al vrijdag en wat afgesproken dat we rustig aan zouden doen, dus viel mij wel weer mooi uit. Dus in die troep moest dan in die kruiwagen. En had ik nog van de donderdag had ik nog vergeten in te editen. Hier hadden we dan radiatoren, groot en kleine. En die moesten ze dan hier aan deze waterleidingen dan vastmaken en ophangen aan beugeltjes. Die beugeltjes heb ik niet op de foto helaas, maar moesten we dus ophangen. En dit zijn dan de knoppen om open te zetten, die hebben jullie thuis ook wel. En dit zijn dan de huizen, een van de 110 huizen die we moesten doen. Maar in ieder geval, dat was dat dus. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Doe nog even een duimpje omhoog voor mij. En laat nog even een reactie achter als je dat wilt. En volgende week deel 2 van de werkplaats. Tot volgende week.